Hoi, daar zijn we weer eens een keertje. Vandaag ga ik echte Spaanse kip maken. Zoals in Spanje, die restaurantjes langs de straat koopt. Dan zie je ze aan de spit hangen altijd, die zijn zo lekker. Wij kochten hem altijd in Blanes en in Barcelona. Dus ben ik speciaal nog eens een keertje helemaal uit Rotterdam naar Barcelona gereden om daar een kippetje te eten. 'S'nachts. En een mannetje of vijf. Ja, dat is echt gebeurd, ja. Maar vandaag gaan we gewoon lekker hier in Rotterdam maken. Wat we gaan doen, we hebben de kip bij de poelier gehaald. Een grote kip. Die hebben we namelijk een hele nacht in het citroenwater gezet. Dat is namelijk het recept. Kijk. Zie je dat? Je hebt de hele nacht in het citroensap gedaan staan. En wat gaan we daar nou mee doen? Die gaan we kruiden. Daarvoor heb ik droge oregano. Daarvoor heb ik nootmuskaat. Zwarte peper. Tijm. En wat ik daar ook bij nodig heb, dat is knoflooksout. Knoflooksout, maar dat ga ik zelf maken. Want dat kon ik niet krijgen. Ik heb ook verse oregano, daar ga ik er ook in doen. En rozemarijn. Nou, dat gaat het kippetje wel worden en dat gaan we eten met grootmoeders patat en een lekkere ijsbergsalade. Dus we gaan eerst eventjes de kip droog maken. Ik heb de kip droog gedept. Nu ga ik hem kruiden. Inmiddels heb ik de droge kruiden even bij elkaar gedaan. Dat is 2 eetlepels tijm. 1 eetlepel knoflookzout, 1 vierde theelepel nootmuskaat, een halve eetlepel oregano, een kwart theelepel gemalen zwarte peper, eventueel zout naar smaak nog extra. En je moet 2 citroentjes hebben, 2 halve, voor in het water en een halve voor de holte. En een knoflookteentje, ik heb er 2. We gaan die kruiden even mengen. Mengen. En wat we dan doen, dan gooien we een beetje in de holte van de kip. Daarna gaan we de kip een beetje met olijfolie invrijven. En dan wrijven we de rest van de kruiden. Die doen we dan daarbij. Ik heb natuurlijk ook de oregano nog vers. Die gaat er ook nog in. En natuurlijk de rozemarijn. Die hoort er ook bij, maar die heb ik niet gedroogd. Je doet ook in de holte nog eventjes 1 of 2 schijfjes van de citroen tijdens het bakken. Ik heb de droge kruiden in de holte gegooid en op de buitenkant nadat ik olijfolie erop gesmeerd had. En nu gaat nog in de holte 3 takjes oregano en een rozemarijn. Die gaan er ook nog in. En dan zet ik hem eventjes een uurtje tot 2 uurtjes in de ijskast tot de kruiden goed in kunnen trekken. De kip heeft ruim 2 uur in de ijskast gestaan om de kruiden in te laten trekken. Ik heb nu een ovenschaal gepakt, die ga ik even met olijfolie insmeren. Oven aangezet. En dan kan de kip, nadat ik 2 teentjes knoflook erin heb gedaan nog, in het binnenste van de kip. Gaat hij de oven in voor 1,5 uur. Kip is in de schaal gedaan. Jij wilt het niet geloven. Deze schaal, dat is een Tupperware schaal. Die is 25 jaar oud. Nou, die blijft gewoon goed. Dus echt wat ze zeggen over Tupperware is echt waar. Het is ongelooflijk. Echt een super schaal. Daar ga ik nu de sla in maken. Dus vandaar. Nou, de kip is de oven in gegaan. Die gaat voor... Een uur, 1,5 uur, want het is een flinke. In de oven op 170 graden. En we gaan dadelijk kijken hoe die eruit komt. Ik ga nu even de kip eruit halen. Tenminste uit de oven om hem even om te draaien. Hij staat er nou een ruim 30 minuten in. Dus we draaien hem even om. Zo, kijk, je hoort hem lekker kletteren. Wat doen we nou? Kijk eens. Oeh. We draaien hem lekker even om. En dan zetten we hem weer in de oven.
Nou, de kip die moet nog 10 minuten. Dus ik heb de frituurpan aangezet voor de patat. Ik heb de slade gemaakt. Gewoon ijsbergsla. Een beetje peper erdoorheen. Een beetje azijn en een beetje olijfolie. Een paar tomaatjes erdoor, van die cherry tomaatjes. Een beetje suiker. En dan gooien we er even een beetje. Honing, mosterd, dressing bij. En dan is die ook weer klaar. Inmiddels staat ook de pindasaus op. Daar heb ik een beetje ketchup in gedaan. En een klein schepje sambal. En dan gaan we even opwarmen. Voor de patat nemen we vandaag Vlaamse friet. Extra dik gesneden. Dat is heerlijk. Gooi er voor de friet niet te veel in. Een aantal zo, twee handjes. Ja, misschien een paar erbij nog. Zo. Dat zet je dan aan. Dekseltje erop. Of zuigertje aan. En dan kan gaan. De kip is inmiddels uit de oven, die is klaar. Tafel gezet, die laat me even afkoelen. Schaal is koken heet, dus daar moet je mee opletten. Slade staat klaar. Patat staat op. Dus dat was het weer voor vandaag. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je het een leuk filmpje vond. Ga het ook proberen als je dat wil. Spaanse kip blijft erbij, altijd de lekkerste. Dus bedankt weer en tot ziens maar weer. Hè. Doei!